Een hele goeie. Morgen, welkom bij Nieuwe Ups & Downs. Het is nog morgen, het is inmiddels 11:30, maar ik heb best wel veel gedaan. Ik ben nu aan het uploaden, zodat er vandaag op tijd een vlog online komt en ik hem niet zal vergeten. Liam en Sam die zijn thuis, Jordi is naar school. Ik heb vanochtend ook al ruzie gehad met Liam, want Liam wil ook naar school. Maar die mag morgen pas. En het is de laatste tijd zo wisselvallig geweest. Met naar school gaan, et cetera. Dat hij dat gewoon heel erg verwarrend vindt. Dus ik heb vanochtend alleen maar gezeik gehad dat hij niet naar school ging. Maar hij is inmiddels rustig. Zit gewoon rustig een filmpje te kijken. Ik mag ook niet te veel bij hem doen, want dan wordt hij boos. Dus een keer een knuffel, een keer een kus, een keer ze eten geven, een keer drinken geven en snel weer wegrennen. Want ja, dat. En ik heb blauwe handen, want ik heb rooikool gesneden. Voor rooikoolsalade. Dus dat, daarom heb ik blauwe handen. Ik kijk nergens naar, want dat betreft ben ik net een boerin. Dus dat. Ik heb, ben bezig geweest met kindjes. Ik heb fruit gemaakt. Ik heb meloen gesneden. Ik heb van alles gedaan. En nu is het tijd om heel eventjes te zitten. Zo dadelijk lunch te maken voor de jongens. En dan, ja, dat. Ik weet ook al wat ik ze als lunch ga geven. Hallo! 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 Is je mama? Wat is dat? Dat is van de Playmobil van Liam. Uh-oh. Moet je daar neerleggen? Nee. Waarom niet? Ja. Raad me niet tegen, meneertje. Oh, no! Ja, moet je daar neerleggen. Uh-oh. Bij je poppenhuis, bij de auto's. Nee. Jawel. Dus dat. Dus auto's. Ja, bij de auto's neerleggen. Auw. Nee, niet auw. Dat doe je zelf. Ik doe niks. Is Jap. Ja. En hoe gaat deze week eruit zien? Vandaag lamlendig zijn. Nee, vandaag gewoon eigenlijk gewoon een standaard maandag voor die kinderen. Morgen eigenlijk enigszins een standaard dinsdag. Woensdag. Heb ik niemand in huis, dan ga ik nog een paar boodschappen halen en dan ga ik vast dingen doen hier, zoals ramen proberen te wassen. Even dat allemaal doen, want dat is wel weer nodig. Niet alleen de ramen hier, maar ook de ramen daar en boven. Dus dat. Peppa Pig. Uh-oh. Donderdag wordt een dagje boven poetsen. En s'avonds beneden poetsen. Is poetsen. Ja, en vrijdag gaan we inpakken. Want we gaan een weekendje naar Inge toe. En de reden daarvan is dat donderdag Jintejarig is. Dus we hebben verjaardag. Ik heb daar ook al de cadeautjes van. Heb ik al bij elkaar gezocht. Maar ik heb het nog niet laten zien. Want mevrouw Jinte kijkt deze vlog ook. Kijkt deze vlogs ook. Dus ik weet dat ik in de gaten gehouden word door Jinte. Dus ik laat niks zien. Dus Jinte, als je dit kijkt, lekker puur. Je krijgt het nog niet te zien. Haha. Ja, pas aan het einde van de week als ik het ga inpakken. Dan pas laat ik het zien. Maar dan heb jij het al gehad. No. Dus bij deze. Ja, dat. Maar ja, ik kon het dus niet eerder laten zien. Ook niet omdat Jinte dit ook allemaal kijkt als ze de kans krijgt. Dus ja, vandaar. Ja, dat. Ik ben dus aan het uploaden en ik ga zo dadelijk lunch maken voor die twee etters. Hij zit daar. Daar zit hij gestopt. Mag ook niet dichtbij hem in de buurt komen. Maar Jordi is heel vrolijk naar school gegaan. Dat is wel heel, heel mooi. Alles ligt in bed weer schoon, want ze zijn gedoucht. Ik ben nu even bezig met brood smeren. Ik heb voor Jordi al zijn brood klaar. Ik heb voor Liam zijn broodtrommel net klaar. Komkommer, kaasje, schuddebuikje, speculaas. Op zijn brood zit appelstroop. En dan heeft hij die crackertjes heeft hij dan, met jam. En ik heb er pindakaas bij. Dus dan kan hij zelf kiezen. Dat is wat ik tot nu toe heb gemaakt. Nu ga ik die van Niels even regelen. Een hele goede morgen.
Gisteravond wou ik nog de broodtrommels en alles afmaken om te filmen, maar er was nog steeds een kind wakker en het was een beetje chaotisch ineens. Maar dit is die van Niels. En dit is het fruit van Jordi en Liam. Dit is wat ik ervan gebakken heb. Ik heb wel gauw foto's kunnen maken. Want ik dacht, nou ja, dan maak ik gewoon een foto. En, want anders had je allemaal geschreeuw en gehoord. Nou, prima. Er was verder niks aan de hand. Het was gewoon over de zijk van een droom. En dat is prima. Vanochtend heb ik Jordi en Liam naar school gebracht. Sam is nu hier. Ik heb even een broodje voor hem gehaald. En dat is hij nu lekker aan het oppeuzelen. Vandaag doe ik gewoon nog steeds rustig aan. Ja, deze dagen heb ik er dan gewoon bij. En als ik dan de kinderen heb, dan doe ik liever rustig aan. En dan doorpakken op het moment dat ze allemaal op school zijn. Zodat ik niet hoef na te denken en hoef te luisteren, et cetera. Dus dat. Dat is wat er eigenlijk een beetje is. Het kind is lekker aan het eten. En mama gaat ook even een medicijntje pakken en eten. Inmiddels heb ik niet veel gedaan. Ja, ik ben nu eten aan het koken. Dat ben ik aan het doen. Ik heb de Bambix-bende weer compleet. Jordi! Hij heeft buikpijn. Hij hangt ook al de hele tijd aan de rand van de bank. Hij heeft ook niet veel gekocht vandaag. Dus ik verwacht nog wel wat. Liam, dit is niet aardig. Nee. Nee, je laat Joef met rust. Hier heeft iemand honger, terwijl hij echt al veel gegeten heeft vandaag. Dus dat. Zo zit ik hier de hele tijd. En ik word eten bedolven onder de knuffels. En ik mag niet verder gaan dan naar de wc. Want dat mag niet. Want dan is het huilen en schreeuwen. Want dan is mama weg. Oh, wie zie ik hier? De auto van Sky. Dan moeten we Sky zoeken, hè? Moeten we Sky zoeken. Zo probeer ik hem de hele tijd af te leiden. Wie is dit? Oh, dat is dus geen Sky. Wie is dit? Sky. Hoort hij daarin? Ja. Oké, doe maar gauw dan. Zo doe ik dat de hele tijd een beetje. Ondertussen ben ik voor mijn eten aan het zorgen. Ik heb even een podcastje aanstaan. Zodat ik niet de hele tijd dat geschreeuw hoor. Ja, ik hoor het geschreeuw wel, hè. Dat moeten jullie even niet verkeerd zien. Ik hoor alles wat ze doen. Maar dan kan ik eventjes ook iets anders zeggen. Dat is het meer. Dan kan ik even mijn eigen afzonderen, afsluiten. Ja, ik weet niet hoe ik het uit moet leggen. Maar goed. Ik ga zo even nog jus maken. We eten boontjes met aardappeltjes en kippenworstjes. Kijk, kippenworstjes. Dat is wat we eten. En voor de rest zien we wel hoe het allemaal loopt en gaat en doet. Niels die is werken. De kindjes liggen op bed. Ik ga nu even hier opruimen, brood smeren en dat soort dingen allemaal. En voor de rest zie ik wel wat ik nog doe. Ik weet niet hoe ver ik met alles kom, maar ik zorg in ieder geval dat ik de basisdingen klaar heb. Dus dat. En op tijd naar bed, want ben ik echt moe. Ik ben moe geboren, jongens. Echt. Ik ben vannacht ook wakker geweest nog met Jordi. Nadeel, als ik wakker was 's nachts, dan heb ik het probleem dat ik, stel ik ben een kwartiertje bij Jordi bezig, dan ben ik daarna nog anderhalf uur wakker. Want ik slaap daarna niet meer. Dat. En dan ga ik piekeren, en dan ga ik nadenken en dan... Ja, dat. Dus, want ik wou Niels niet wakker maken, dus ik ben heel snel naar beneden gerend naar Jordi en... Hè, maar goed, dat dus. Ja, dat is gewoon een nadeel. Maar goed, ik ga gewoon mijn dingetjes doen. En voor de rest gaan we het wel zien. Een hele goede morgen. Ik heb alle kinderen naar school gebracht. En
Daarna ga ik heel eventjes een broodje gaan halen. Die ga ik zo eten. Niels is op tijd thuis. Dus hij gaat mee de kinderen halen. En ik hoef niet te rijden nou. Dus dat is altijd makkelijk. Komt goed. Dus ja. We gaan lekker Jordi ophalen. Inmiddels hebben we Jordi opgehaald. En hij is hartstikke vrolijk. Hij heeft gescheten als een... Kleur. Hè? Daar heb je kleur. Oh. Hij heeft gescheten als een kanon wat dat betreft. Dus er is alweer wat van de buikpijn weg. Maar goed, we gaan nou die twee anderen ophalen van ons. Inmiddels zijn we allemaal thuis. Niels is eventjes met de auto weg. Moet nog even een paar dingen doen, weet ik het. Oh ja, ik heb auto gezegd. Dat was slecht. Nee, papa die gaat... Papa, kom nou niet. Nee, papa, kom nou niet. Dat is dus als er iemand hier weggaat. Ik moet dit heel even eerst oplossen voordat ik verder praat. Dit is enigszins nu even wat rustiger. Mijn peetkindje, niet alleen mijn peetkindje, ook peetkindje van Niels, die is gek van Stitch. Jint is ook gek van Stitch. Maar wij waren laatst op de verjaardag en ik wist niet dat zij zo gek op Stitch was. Ik had al van Stitch gekocht op aanraden van de ouders. Maar ik wist niet dat ze zo gek op Stitch was. Nou was ik straks heel even bij de Zeeman, want ik wist dat ze van alles van Stitch hadden. Dus ik dacht, laat ik eens even kijken. Ik heb een de toilet gevonden van Stitch. Ik zou niet weten hoe die ruikt hoor, dat weet ik echt niet. En een rugzak van Stitch. Die heb ik gevonden. Dus ik had haar papa een berichtje gestuurd. En ik zeg, is ons Jasmijntje straks thuis? Want dan kom ik het even afgeven. Dus dat ga ik straks even doen. Maar haar mama, dat is weer de peettante van Jordi. Die is gisteren geopereerd. We waren aan enzovoorts. Dat is gewoon privé. Daar ga ik ook verder niet over uitweiden. In ieder geval, ze heeft best wel veel pijn. En ja, zij is toch peettante van Jordi. Dus ik heb een plantje voor haar gekocht. Zodat, ja, zodat de beterschapswensen en ook veel beterschap erop gezet van Jordi en de rest. Dus die ga ik straks dan ook even gelijk, als ik dat van Stitch even wegbreng, ga ik dat ook gelijk even afgeven. Normaal laat ik dat ook helemaal niet zien, maar ik vond dit eigenlijk best wel leuk om te laten zien. Het is wel eens vaker zo dat als ik iets tegenkom waarvan ik, weet van dit kind vindt dat hartstikke mooi, dat ik het alvast koop en voor een verjaardag geef of... tussendoor een keer geef of wat dan ook. Want Julan en Nou bijvoorbeeld, die sparen die hamsters van de Albert Heijn. En hier hebben ze altijd die hamsters eerder als bij hun. Dus of nooit, dat ze ze nooit bij hun hebben. Maar meestal hebben wij die dus wel. Dus als ik dan een hamster tegenkom, dan bel ik even op. Hebben jullie deze? Nee? Oké, dan weet ik dat. Dus zo heb ik er hier al drie weer liggen. Dus ja... dat tussendoor. En het is ook zo dat Julan en Nout, als er iets aan de hand is of zo, en wij zijn daar met de kinderen, dan helpen ze ons ook altijd. Dus het is ook een soort van beloning van dankjewel dat je me helpt. Vind ik ook wel zo terecht. Want ze doen echt wel, als je iets vraagt aan ze, zonder zeuren. Scherven brengen geluk, toch? Ik had iets laten vallen van glas op de grond. Het is inmiddels opgeruimd hoor. Ik moet daar nog even een keer voor de zekerheid nog een keer stofzuigen. En ik loop hier op mijn crocs. Ik was brood aan het smeren en ik stoot iets van glas om. Nou ja, kan gebeuren. Hopelijk brengt het echt geluk. Maar goed. Ik was bezig met brood te smeren voor die kinderen en voor Niels. Zo ga ik nu maar weer mee door. Een hele goede morgen. Ik heb alweer was aangezet. Vandaag wordt een poetsdag. Want morgenavond, als Niels terugkomt van zijn werk, gaan we naar Inge toe. Want vandaag is Jinte jarig. En vandaag is het gewoon een poetsdag. Zorg dat ik mijn was bij heb. Poetsdag. Morgen kan ik dan alle spullen inpakken. En dan alles zover klaar hebben. Dat wanneer Niels thuis komt de auto ingeladen kan worden en dat we kunnen gaan. Dat is eigenlijk de bedoeling. Dus dat. Maar nu eerst
heb ons bed net afgehaald en die staat al aan. Nu eerst eventjes alle bedden afhalen van de kinderen. Oh. Jullie gaan vallen! Dus ja, dat. En hoe doe ik dat nou? Nou, ik kleur alles op de grond. En dan ga ik alles op een hoop gooien. En wanneer ik naar zolder loop, neem ik hem mee. Dat is eigenlijk hoe ik het doe. Veel bijzonder is het niet. Nou, daar zit Bassie dan. Maar, nee, ik heb net de ramen open gereden. Ik heb alles gepoetst. En toen was het alweer tijd om de kinderen te halen. Dus dat ben ik. En toen was ik gedoucht. Ik heb vanaf dat ik thuis was... Ja, Liam is op een gegeven moment even in slaap gevallen. Toen is hij wakker geschrokken. Toen heb ik alleen maar gejank gehad. Toen uiteindelijk... was het etenstijd, ben ik eten gaan maken met moeite. Want hij wou me niet loslaten. Toen kwam Niels thuis, hebben we gegeten. Daarna hebben ze de douche in gedaan. Ik heb ook gedoucht. Niels is nu even weer werken. Ik ben mijn bank heb ik gepoetst en gedaan. En die kan ik daar ook weer opmaken als hij droog is. Ik ben hier ook gewoon aan het poetsen. Boven heb ik dan gepoetst. Beneden wil ik ook even gepoetst hebben. Dus ja, dat. En ik moet nog een lijstje maken met welke spullen ik van het weekend mee ga nemen. En nou, dat soort dingen allemaal. Want dat ga ik morgen doen. Want vandaag is Jinte jarig. En morgen gaan we naar het oosten toe. Naar Jinte. Om de verjaardag te vieren. De boel is weer schoon. Niels is inmiddels weer thuis. Alles staat hier klaar voor morgen. Dus ja, de rest maar alleen nog maar om naar bed of te... Spraakgeblekt, het is laat. De rest maar alleen nog maar om te zeggen, ik ga naar mijn nest toe en ik sluit deze ups en downs af. Dus bij deze, bedankt voor het kijken en tot de volgende.